Een hele goede avond is het inmiddels. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Waar zijn we nu? We hebben geen kinderen hier. Wij zijn een paar dagen op vakantie. Wij zijn gewoon een paar dagen weg. Wij zijn hier tegen 5 uur aangekomen. Jordi en Sam zijn bij mijn ouders. En Liam is bij Inge, vriendin van ons, die er ook de afgelopen dagen bij ons was. Die heeft Liam weer meegenomen. En wij zijn een paar dagjes weg. Waar zitten we? Wij zitten op de camping Buitenplaats in Holte. En ik zal jullie eventjes laten zien hoe ons huisje eruit ziet. Nou, we gaan eens eventjes lekker kijken naar het huisje. Ik neem dit op terwijl ik op bed lig in het huisje. Want ik was het al lekker even aan het editen. Dit is de buitenkant van het huisje. En daar zie je een bankje staan op de veranda. Hier kom je het huisje in. Dan hebben ze een leuke tafel met 2 stoelen, een bank, televisietje, een stoeltje, tafeltjes, bloemetje of ja, plantje, lampie en een keukentje. En ja, eigenlijk gewoon wat je nodig hebt als basisbehoefte. Of ja, basisbehoefte voor de basis. Dan komen we bij de toilet aan. Kijk toch eens. Het is wel een heel hoog toilet, dus dat is wel echt fijn. Vooral voor de grotere mensen. Dan heb je hier een hokje voor ja, al het elektra, gas, dat soort dingen. En er staat een stofzuigertje. Ook hartstikke fijn. En dan, ik had schuif er even dicht gemaakt, want ik wilde het even laten zien. Kijk, kijk. Zagen jullie dat? Oh, mooie boerendeur. Nee, ik had natuurlijk over het lichtpad wat jullie al zagen. Maar ja, dit is een mooie boerendeur. Vond ik mooi in ieder geval. Maar het... heb een douche. En dan zien jullie natuurlijk het bed en het bad staan. Die zit gewoon in de slaapkamer. Hier hebben we een heerlijke sauna. Daar zijn we vanavond lekker in geweest. Ik heb goed zitten zweten. Maar ja, hier hebben we dus een bed, een bad. En alles zit er eigenlijk in. We hebben in de slaapkamer eigenlijk alles zitten wat je ja, kan hebben om je eigen lekker te verzorgen en te doen. Hier zien we Niels klooien met de hot tub. Want het vuurtje wou niet aan. Omdat Niels het deed zoals het beschreven stond. Later heeft Niels het op zijn eigen manier gedaan. En toen lukte het wel. Niels, wat gaan we doen? Film kijken. Yes. Ik heb lekkere dingetjes gemaakt. Niels, wil je even die deksel optillen? Tada. En nou gaan we lekker bankzaken doen. En Niels gaat straks nog in de hot tub. Na de film, dan is het lekker warm. Ja. Dus ik weet niet of ik er nog in ga, maar dat zien we wel. Nee. In ieder geval, wij gaan relaxen. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je goed geslapen? Ja. Ja? Jij? Ja, het bed is niet super super, maar het is te doen. Je slaapt ook. Ja. En nou gaan wij samen ontbijten. En wat gaan we dan doen? I don't know. Lekker relaxen. Niks bijzonders. Toch? In de hot tub gaan we. Ja, we gaan straks wel even in de hot tub. Maar oh, we kunnen ook nog in de sauna. Maar eerst gaan we lekker eten. Het zonnetje schijnt. Yay! En Niels zit in de hot tub. Stel lekker aan. Ik ga dadelijk ook een keer mijn badpakkie aantrekken en erin. We filmen niet zo heel veel. We gaan straks wel uit eten. Daar wil ik wel filmen. Dus ja. Yeah. Is het genieten, Niels? Lekker relaxed. Ik weet het niet. Maakt toch ook niet uit. Het is toch warm. De rook komt gewoon van Niels af. Ik weet niet of je dat op de camera ziet hoor. Maar het, uit het water komt gewoon rook. Het is heel heet, het bad. Maar ja, we genieten gewoon lekker. Niels, we zijn aangekleed. Wat gaan we doen? Eten. We gaan uit eten bij Lux Food Bar. We gaan kijken wat het is. Toch? Mm-hmm. En ja. Je hebt de sleutel.
En dan zien we het wel weer. We gaan tussendoor proberen te filmen. Ik ga niks praten in de vlog. En vanaf nu ga je muziek krijgen met eten. We zijn klaar met eten. Een nagerecht hebben we niet gedaan, want we zitten voller dan vol, hè? Dus we gaan naar de winkel. Ja, voor straks. Voor straks, voor in het vriezertje. Dus dat is wat we gaan doen. Niels, wat voor een ijsje hebben we gehaald? Milka-ijs. Ja, Milka met koekjes. Er zitten koekjes aan de buitenkant en binnenin zitten koekjes. Dus lekker. Wat gaan we vanavond nog doen? We gaan samen in de sauna. Ja. Die is nu al 50 graden. Ja. En dan de rest weten we niet. Ja, sowieso even douchen. Dus we eten ons ijsje op en dan gaan we lekker in de sauna. Nou, ik ben 12 minuten in de sauna geweest hoor, maar toen was ik er klaar mee. Niels die gaat nu nog eventjes in de hot tub. In de hot tub. En ga even relaxen hier. Want ik heb wel even gedoucht daarna, want dat zweet jongen. Het lui zweet wat eruit komt. Dus voor drinken en even... Oh, trouwens, ik kreeg net een video opgestuurd van Jinte. We hadden natuurlijk die staafjes, die pokkie staafjes getest. Jinte heeft ook iets om te testen. Dat gaan jullie nu zien. Nu gaan we deze chocolaatjes eten. En nu ga ik er een proeven. Zijn dit van chocolaatjes dan? Dit zijn... Witte? Kinderchocoladebonbons. Ja. Deze heb je ook in de bruin en deze is de binnenkant. Nou, een 10 is heel lekker en een 1 is heel vies. Wat voor smaak het? Ja, niet super lekker, dus maar een beetje lekker. Nee, 8. Ja? Zo lekker? Nou, dat is de zak voor jou. Waar heb je die gekocht dan? En het is ook in de bruin. Ja, maar waar heb je die gekocht dan? Weet ik niet. Met? Maar geen kind. Ik ging met Jessica naar Duitsland. Oh, dus waar zijn ze dan gekocht? Duitsland. Oh, ik weet niet of ze die in Nederland hebben. Ja? Die hebben ze. Alleen in Bonn. Moet ik een beeld doen? Oh, zwaai je niet. Wat? Ga je nog even doei zeggen? Zwaaien? Nee. Nee, laat mij niet zwaaien. Waarom niet? Zeg je tot morgen. Tot morgen. Doei. Een hele goede morgen. Dat. Wij zijn, ik ben aan het opruimen. Vandaag gaan we weer terug. Ik was al aan het opruimen, maar ik ga jullie even laten zien. Dit is het hele gebeuren.
En dat ga ik nu opruimen. Het resultaat zie je zo daar. Ik ben helemaal vergeten om te filmen dat het huisje opgeruimd is. Ben ik helemaal vergeten. Maar we zijn inmiddels bij Inge. Hé Inte? Ja. Dat is Emiel. Wat ga je doen? Tosti maken. Ga je tosti maken? Ja. Want dat moet met? Glutenvrij brood. Goed zo. En vind je dat brood lekker? Ja. Ja? Want ik weet niet hoe dat smaakt, hè? Dus je moet mij vertellen hoe dat het smaakt. Ja. Smaakt wel lekker? Ja? Ja. Of de suiker? Ja. Vind je de kostjes het lekkerst? Oké. Okay. Niels, we zijn aan het doen. Wij zijn twee. Ja, we zijn onderweg naar huis. Ja, we hebben logé. Ja, we hebben logé. Jente gaat mee. En we zijn vergeten je tosti te laten zien. Ja, maar we gaan van de week nog tosti maken, toch? Ja, dus dan kunnen we dat van de week nog altijd even laten zien. Was hij wel lekker? Ja. Mooi. Super. We hebben Liam ook opgehaald. En we gaan nu eerst naar huis. Dan gaan we even naar de winkel. En dan gaan we even eten. En dan gaat Niels, die gaat dan Jordi en Sam ophalen bij mijn ouders. En ik ga ondertussen even bedden verschonen en dat soort dingen opruimen enzovoorts. En jij blijft bij ons slapen. Deze hele week waarschijnlijk, hè? Ja. Het komt allemaal goed, gezellig, hè? Ja, en we hebben wat dingetjes voor uit te proberen, hè? Ja, dus dan gaan we kijken. En toen was ik weer eens vergeten de vlog af te sluiten. Kindje hebben het geweldig gehad. En ja, ze zijn allemaal weer thuis. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende.